Het is bijna Pasen, dus we staan weer bij de paus van Leeuwarden voor paasgroet. Och, wat fantastisch heren dat jullie komen. En nomen de pater, het verlie, het spirit, het sanct, dat jullie komen voor de paasgroet, om hier even een paasgroet en feest te vieren. Even iets over te vertellen over Jezus Christus, de verlosser en verlosser van de wereld. Wat geweldig, kom maar binnen heren hoor. Nou, hier spreekt de paus van Leeuwarden. En als gewoonlijk gaan we weer even een verhaal vertellen over Jezus. Het is gewoon weer Pasen. En dan gaan wij de opstanding van Christus vieren. En dat vind ik dan wel een mooi feest om dat te vieren met Pasen. En op Goede Vrijdag is ook een mooi feest, omdat Goede Vrijdag de kruisiging van Christus was een indrukwekkend feest. En je noemt Goede Vrijdag noem je een feest? Nou ja, het is niet een feest, het is meer een herdenking van de kruisiging van Christus. Hè. Het is niet een feest natuurlijk, wat eigenlijk een soort zondag is. Hè. Maar het is een feest natuurlijk, want de kruisiging van Christus natuurlijk. Hè. Ja, dat lijkt mij niet echt een feest. Nee, het is niet een feest natuurlijk. Hè. Het is meer een herdenking van Christus op het kruis. Hè. Maar het is ook weer een feest natuurlijk, want hij heeft toen de zonde van de mensen op zich genomen. En daardoor zijn wij weer door het licht gekomen hè, in de wereld. Ik heb een vraag, want tegenwoordig is het steeds meer gericht op de paashaars en paaseieren zoeken. Ja, wat vindt de paus daar dan van? Nou, ik vind die paaseieren, dat vind ik heel leuk. Ik heb ook een politie hier, dat bij het Prinsessenhout achter, een oude politie, die daar ben ik een beetje bevriend mee. En die heb ik ook een hele grote paashaars gebruikt. Dat vonden ze zo mooi dat die paashaars bracht. Dat er een wuiver van verre, de paus van Leeuwen en de lang een paar wuiver van verre tegen me. Dat vonden ze leuk. Ja. Dat ik heb het op een bureau gezet en heb het opgezet bij de paus van Leeuwen. Dat is ook wel leuk. Sorry, kan je hem even opnieuw doen en een klein tikkie draaien nog? Wil ik een tikkie draaien zo? Ja. Zo is het. Iets beter in beeld. Ja. Zo hè? Ja. Ave Maria. I was singing. Oh, my soul, darling, please be back again. Hover me, my answer, my love. Heeft u nog een speciale paasgroet voor de mensen? Ja, ik hoop dat de mensen allemaal wat gelukkiger mogen worden, want het leven. Hij heeft natuurlijk wel verschrikkingen natuurlijk en we weten ook niet wat de toekomst brengt. Want als er een derde wereldoorlog komt, je weet het nooit natuurlijk. Ik hoop het niet natuurlijk, maar ja, je weet het nooit. We zullen maar hopen dat het niet gebeurt. Maar ja, dat is wel wat, in het zuiden gebeurt ook wel wat verschrikkelijke dingen en zo. En, je weet het nooit natuurlijk, hè. Maar ja, we zullen maar het beste er maar van hopen, hè. Moet ik even de zegen geven? Ja. In nomine patri et filio et spiritus sancti Dei, amen. Ik wens je hem in de hart, in de zoon en de Heilige Geest. Ik wens je hem een best leven daarmee. Ik al jaren leven Louters en leven Friesen en Nederlanders. In nomine patri et filio et spiritus sancti Dei, amen. Over mountainside, Ave Maria. I was singing before. Darling, please be back again. Over me, my answer, my love. Seven.